in het centrum van Brussel en we hebben opnieuw een coole monkey ride. En deze keer is het met, oh my god, zowel Issa van de Mol als Gilles de Mol is hier. En zij hebben mega speciale kleren aan, want zij hebben gewoon Issa haar gloednieuwe collectie aan. En ja, ik denk dat ze er zijn. Ja, oh my god, ze staan er gewoon te wachten. Oh, hoi! Hi. Oh, mijn ziel, wat een grap. Je gaat lukken, denk ik. Ja, het gaat lukken, het zit erin. Zalig. Hey, hè? Zeg, je ons gewoon kleren aan. Ah, ja, kijk, een beetje promotie. Ja, voor je ook kort naar de show te die keer, jong. Wow. Ah, ja, wacht zo. Yep. Dat is niet toevallig, dat daar een poeder op staat. Het is goed ontworpen. Nee, en de mijne is een beetje vrouwelijker. Oh, wat zalig. Met glittertjes. Was dat een grote droom van u? Of hoe is het gekomen? Ja, eigenlijk is vooral mijn papa en mijn schoonbroer die zo vonden van ja, dat is echt wel super dat allemaal zo opgenomen werd en zo op de sociale media. En dan begonnen ze daarover en dan hebben we samen zo'n beetje nagedacht. En ze hebben dat nu effectief ook in werkelijkheid omgezet. Super cool, want we hebben dan samen wel gepraat over hoe dat er moest uitzien en getekend en lettertypes gecheckt en waar laten maken. En dan eigenlijk de eerste zijn zo helemaal zelf gemaakt. En wat is dat zelf gemaakt? Is dat dan, ga je een lapje stof kopen? Ja, en dus gewoon een blanco sweater, dan een paar toffe stoffen gekocht, opgetekend, uitgeknipt en dan met zo van een strijkpapier. Ja. De eerste viel op de letters dus zelfs. Ja. Is het die dat jij gegeven had? Ja. Want je ziet zo ook in de aflevering dat je zo precies op haar borst stuurt, maar dat is dan om die letter. Dat was wel Manuela. Ik kon niet al haar borst. En die hond, want werd dat zelf ontworpen of waar kwam die hond? Zelf getekend. Amai, was ik echt? Ja. Amai. Ja, maar dan wel laten op de computer tekenen, want dat kan ik niet. Zeg, en zeg jij dan zo kei vereerd dat je papa en je schoonbroer zich daar opstarten? Ja. Allee, dat is toch echt zat? Dat is super lief, hè, want mijn papa is op pensioen. En die wou gewoon iets doen. Dat heb je een afleidingskanaal. Ja, die werkt nog wel kei veel bij mijn zus. Zij heeft de zaak overgenomen en hij helpt daar nu nog wel. Maar daarnaast, ja, dacht hij iets ludiek te doen met mijn verhaal van de mol. En zo dus uw uitspraak in de mol kwam even als geroepen voor uw papa? Ja. Maar zijn gewoon toffe herinneringen dan? Allee, ja, tuurlijk. Ik heb zo'n appel gekregen ook en dat is voor mij wel, ja, als ik die naam doe, dan denk ik van papa. Dan denkt u altijd aan Issa, hè? Ja. Maar word je daar dan goed gezien? Ik denk ook als hem die appel niet aanneemt. Gilles, staat dus effectief model voor uw collectie. Ja, zot, hè? Zo raar. Zalig. Ja. Maar jongen, is het toch ook een beetje een dream come true, Gilles? Nee, dat weet ik niet. Ik heb dat nog nooit gedacht. Nee, doet dat keigoed. Echt kei professioneel. En toen ik hem daar dan zag staan, want ik was er dan natuurlijk ook bij. En dan dacht ik echt van, die kan zo ergens op een palmboomstrand in een zwemshort gaan staan. Ja, maar dat hebben we gezien. We hebben dat lijf een paar keer gezien. Ja, maar dus ik ben elke aflevering of zo. Ik zo heel tijd in mijn blote pas te vliegen rondlopen. Ja, het lijkt zo. Maar als de bietje het misschien ook gezien als zij een andere pul aan. Ja, dat zie je maar niet. Er zijn nog puls. Misschien kunnen we een keer switchen. Voor de vrouwen, voor de meisjes, is Issa Bitches. En dan voor de kindjes, Issa Bollies. En voor de mannen, Issa Bastards. Zalig. Issa Bastards. Ja. Is dat geïnspireerd op een bastard? Nee, ja, wel op deze manier. Of het model van de collectie. Maar het model van de collectie klinkt echt zo raar. Wel ja, de mol is nu wel... dat zou ook wel een prototype van een bastard kunnen zijn. Maar de fotoshoot is ondertussen echt al gepasseerd. Ja. En hoe is dat gegaan? Ja. Oh. Do not remind me. Nee, ça va wel, maar ik sta wel op die foto, maar ik zweer het u, de kortste short dat je kunt. Ah, oh, dat was zalig! Ja. Nee, dus zij zegt zo van, ja, je moet een hele, zo'n trashy jeanshort of zo.
Ja. Ik ben een jeansbroek gaan kopen en heb die gewoon verknipt, nee. Maar nee. Echt zo super kort, als in zo'n hot pants kort. Ja. En ik sta dus met zo'n hot pants en dan zo'n pul. Jongen, jongens. Het mocht van mij nog korter zijn, ja. Eigenlijk. Oh my god. Het mocht nog iets korter, maar ja, ik durf ze niet zo hoog knippen. Bezig over uw poseren en over... Ja. Ja. Hoe is dat gegaan? Maar dat was wel raar, want ja, bedoel, ben ik dat ook niet gewoon, hè. Dus en dan doe je het direct in een trashy dus jeans. Ja, en dan vooral, en we zijn dan naar zo'n echt zigeunerpark geweest. Om dat te gaan... wat dat wel echt een heel goede locatie was. En dan zijn we daar... Hebben we toch een uur of drie foto's liggen trekken. Ja, dat was... En dat was altijd wachten op de zon. En dan vooral, die Isa, hond. Ja, en Isa bij die hond. Er was een echte poedel. Dat was echt een echte poedel. Ja. En dat was ook vooral heel moeilijk. Allee, dat was een heel braaf beest, maar dat was zo'n showbeest. Dus dat zijn die echt zo prijzen won of wint. En die Basina was een hondenkapster. En die hadden zes poedels thuis of zo, of zes honden. En dat duurt 3 uur voor zo'n beest te wassen. En die... My god, om gewoon te wassen, nog niet om te... Wassen en dan, om dat aan te kleden. En te knippen, maar echt knippen en, op de millimeter. En rekkertjes in maar doen die hond vond dat dus super tof. Die hond die bleef super stil liggen. Die was echt aan het kwispelen toen dat zo'n paar matje, want die heeft zo'n speciaal matrasje waar ze mag opleggen, omdat hij zo lang moest stil blijven. En die vond dat kei leuk. Ja, die vond dat echt leuk om zo opgemaakt te worden. Maar dan... Had jij ook 3 uur nodig? Ik had... een beetje langer wel. Ja. Die hond natuurlijk het belangrijkste. En nu mee, hè? 2 dagen voor rondgebeld voor die hond. Om aan een poedel te geraken. En dan, die waren dan op vakantie. En dan ook een fotograaf, want het moest dan kei schoon weer zijn. Dus alles moest samenvallen. Iedereen moest kunnen. Ook hij. Allee, hij was eigenlijk even belangrijk als een hond. Maar...